behoorlijke meerderheid van 85,4% is tegen het kunstencluster in Arnhem. Het Arnhemse referendum over een kunstencluster voor filmhuis en museum is alleen niet rechtsgeldig. Bijna 20% van de Arnhemmers brachten hun stem uit, waar 30% was vereist. Ja, groot. Je hebt te veel energie ingestoken met heel veel Arnhemse betrokkenheid, met heel veel vrijwilligers. En dan zit het resultaat en dan zijn we er toch niet in geslaagd om die Arnhemmers uit die stoel te krijgen. Ja, dat is heel teleurstellend. Ja, wat zegt het u dan dat van degenen die wel hebben gestemd toch een grote meerderheid tegen zo'n kunstencluster is? Ja, dat verbaast me niet, dat er toch veel mensen tegen hebben gestemd. Dat is een signaal naar de Arnhemse politiek. Daar zullen de Arnhemse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's wat mee moeten doen. Of ze daar afstand van nemen van het kunstcluster of juist niet. Dat gaan we dus afwachten. Maar het is wel een fors aantal dat 17.000 Arnhemmers nee hebben gezegd tegen zo'n ontwikkeling. Dat vind ik wel veel. In de burgerzaal van het Arnhemse stadhuis is woensdagavond de uitslag bekendgemaakt. Bij een opkomst van minimaal 30% en een meerderheid die tegen het plan is, zou de gemeenteraad het besluit om een cultuurgebouw te realiseren in de zuidelijke binnenstad heroverwegen. Vooraf werd al gevreesd dat deze drempel niet zou worden gehaald. Ja, dat gevoel had ik zelf ook. Dat gevoel had ik ervoor eigenlijk ook. Daarom heb ik ook zo gepleit om het te laten samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen. Daar heeft de raad anders in gekozen. Ik vind het steeds wel geweldig dat de raad het heeft aangedurfd om het referendum te laten plaatsvinden. Maar er is nog een lange weg te gaan om Arnhemmers te verleiden om te gaan stemmen. Maar dat zie je ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. Arnhem lijkt een structureel probleem te hebben om mensen te verleiden te gaan stemmen. Dat vind ik heel zorgelijke ontwikkeling voor onze democratie. De opkomst was wel hoger dan bij het preferendum om het plan voor een haven in de Rijnboog in 2007. Toen kwam het slechts tot 10,2% van de kiezers. Die kwamen opdagen voor de keuze tussen een lange haven, een korte of een met een sluis. In de Arnhemse Raad gaan nu wel stemmen op om de opkomstdrempel te schrappen uit de referendumverordening. Ja, want het was vrij uniek, hè? Eerste echte referendum. Maar wat zegt dit voor de toekomst van eventuele volgende referenda als mensen zo weinig animo's daarvoor hebben? Nou ja, je moet naar andere wegen zoeken. Er zijn digitale wegen te bedenken. En dan kun je veel makkelijker en voor veel minder geld veel grotere groepen mensen bereiken. En het laten samenvallen met verkiezingen, dat is toch de beste manier. Die twee combinaties kunnen een referendum, als dat vanuit de burgers wil, toch veel meer de discussie krijgen over de inhoud en niet over de kosten. Gaat deze kwestie nou nog een belangrijke rol spelen in de komende gemeenteraadsverkiezingen? Ja, ik denk het wel, want de politieke partijen zullen toch in hun verkiezingsprogramma een standpunt over dit onderwerp moeten innemen. En dan zal de verkiezingsuitslag de duidelijkheid geven welke partijen het vertrouwen krijgen van de Arnhemse kiezers. En dat zal dan in de coalitie, in het bestuursakkoord voor de periode 2014-2018, een plek krijgen. En daar zal wel een uitspraak over komen, wel of geen kunstcluster. Nee, we zijn er nog zeker niet vanaf. De volksraadpleging over het kunstencluster kostte Arnhem als bij elkaar zo'n 290.000 euro. Of het kunstencluster nu ook echt door zal gaan, dat hangt nog even af van de bereidheid van de provincie, die ook ruim 11 miljoen in het project zou moeten steken. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is geschrokken van de klopjacht via sociale media op de man die zijn hond in een tas in het Maas-Waalkanaal gooide. Met name het openbaar maken van de naam, het adres en de foto van de verdachte en de vele doodsbedreigingen gaan volgens Bruls veel te ver. De burgemeester stelt dat het recht zijn loop moet hebben. De straffen voor dierenmishandeling zijn de afgelopen jaren flink omhoog gegaan. En wethouder Henk Nijland van Duiven wil een tweede boa om het probleem van de hondenpoep in zijn gemeente te lijf te gaan. Duiven heeft plannen om de overlast te tackelen. Met het verplicht stellen van een opruimmiddel, dat is een zakje of een schepje, hoopt de gemeente nu zondaars te kunnen aanpakken. Duiven onderzoekt nog of het juridisch kan om hondeneigenaren te dwingen tot het bij zich hebben van een opruimmiddel. Een 75-jarige grootvader uit Huissen die wordt verdacht van ontucht met zijn kleindochter blijft in de cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag bepaald. De man heeft volgens het Openbaar Ministerie tussen 2008 en 2012 meerdere keren ontucht gepleegd met zijn kleindochter en hij had een wapen in zijn bezit. Omdat de ontucht mede zou hebben bestaan uit het binnendringen van het lichaam van het meisje dat toen tussen de 5 en 9 jaar was, zit de man nog steeds in voorlopige hechtenis. Deze zaak gaat verder op 7 augustus. Sportsponsoren draaien als gevolg van de crisis komend jaar stevig de kraan dicht. Bedrijven gaan minder uitgeven aan sportmarketing. Daarnaast krijgen sporters en sportorganisaties te maken met aflopende contracten die niet altijd verlengd worden. En des te belangrijker is het dus voor die sportclubs om op hun eigen terrein reclame te mogen maken voor bedrijven. Dat mocht niet in Nijmegen, maar op initiatief van het CDA is het nu toch unaniem door de gemeenteraad toegestaan. Ja, ontzettend blij en ook heel erg blij dat dit verstandige besluit is genomen door de unanieme gemeenteraad.
Ja, want hoe is dat eigenlijk gelopen? Waarom was het in eerste instantie niet toegestaan? Ja, er stond ineens verscheen een nieuw reclamebeleid opgesteld door het college van BMW. En daar stond een artikel in waarin dus stond dat men geen buitenreclame meer zou toestaan met een overgangstermijn van 1 jaar. Dat is de doodsteek voor de sportclubs die het natuurlijk al heel erg moeilijk hebben op dit moment. Ja, een aantal argumenten waren bijvoorbeeld het wordt een rommeltje, een wildgroei. Is het in de praktijk echt zo erg geweest? Nou ja, vind ik niet. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Dus een ieder zal daar zijn eigen mening over hebben. Ik denk ook dat het goed is, en dat heb ik ook met de sportverenigingen besproken, dat er regels aangesteld worden. Dus dat er ook iets gezegd wordt over omvang. Misschien wel over hoe die reclame er dan uit moet zien. Maar dat is natuurlijk iets heel anders dan ineens zeggen verbieden. Waarmee je gewoon een hele grote inkomstenbron van een heleboel sportclubs wegneemt ineens. Ja, want dat is wel echt een belangrijke structurele inkomstenbron voor dat soort clubs. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk heel veel clubs die gelegen zijn aan wegen, aan doorgangswegen. Ja, als zij geen reclame meer mogen plaatsen op bijvoorbeeld de zijkant van een clubgebouw, ja, dan betekent dat gewoon echt een fors inkomstenverlies. Ja, is er gisteravond nou ook nog gesproken van, nou, we staan er toe, maar wat je zegt over de regels, wat voor termijn kunnen we dan meer duidelijkheid verwachten? Nou, het college van BMW hebben wij opgedragen om binnenkort met een aantal regels te komen. En vervolgens op het moment dat wij als gemeenteraad die regels hebben vastgesteld, dan geldt een overgangstermijn van 1 jaar. En dan hebben de sportclubs dus nog 1 jaar de mogelijkheid om hun reclame aan te passen aan die nieuwe regelgeving. En maakt het dan nog uit wat voor sponsoren er bijvoorbeeld op reclameborden staan? Nou ja, ik denk dat die discussie nog wel gaat losbarsten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat erg betuttelend zou vinden. Wat mag wel, wat mag niet. Je hebt natuurlijk gewoon de reguliere reclameregels over bijvoorbeeld tabaksreclame. Dat is absoluut niet de bedoeling, maar dat is überhaupt niet de bedoeling. Maar voor het overige denk ik dat je ook gewoon erop moet kunnen vertrouwen dat sportclubs zelf ook begrijpen wat wel kan en wat niet kan. Dus wat mij betreft zal dat geen inhoudelijke discussie worden, maar veel meer een discussie over hoe voorkomen we dat het ook echt een rommeltje wordt. Het plan om aan de Kerkstraat in Westervoort een appartementencomplex te bouwen kan rekenen op unanieme politieke steun. Alle 5 fracties, de PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en D66, staan erachter. Vanuit de buurt is er wel verzet. Enkele families aan de Kerkstraat maken bezwaar tegen het massale karakter van het 13 meter hoge en 10 meter brede en 2 meter uit de rooilijn stekende bouwwerken. De Verenigde Studenten Arnhem, de VSA, wil de introductiedagen voor de hogescholen in en nabij Arnhem aanpassen, zodat nieuwe studenten uitgebreider kennis maken met de stad. De VSA, die voor de belangen opkomt van de Arnhemse student, wil dat nieuwe studenten kennis maken met de hele stad en niet alleen met de Korenmarkt. Met ruim 1800 leerlingen is het OBC een grote school. OBC heeft 2 locaties in Bemmel, 1 in Elst en in Huissen een VMBO-locatie. De school betrekt de leerlingen regelmatig bij maatschappelijke en culturele projecten. En doet ook vaak iets voor het goede doel. Donderdag, door middel van een sponsorloop voor de onderbouw. En de opbrengst van deze sponsorloop die is bestemd voor een trapveldje en een speciaal voetbalteam. Het Nederlands amputeevoetbalteam. En we hebben hier nu 5 voetballers mee en 1 begeleidster die er ook is. We krijgen niet al te veel ondersteuning. De enige ondersteuning die we hebben is vanuit sponsoring. En bijvoorbeeld POM Vigo is onze hoofdsponsor, die doet een hele hoop. De POM is een orthopedisch bedrijf die maakt hulpmiddelen. Ortheses, protheses, een amputatievoetbalteam. Ja, die mensen hebben allemaal hulpmiddelen nodig. Dus die kunnen wij gaan leveren. En wij sponsoren het amputatievoetbalteam. Maar helaas is dat niet voldoende om de kosten die wij hebben te kunnen dekken. Dus het is prachtig dat er scholen zijn die via deze weg ons financieel kunnen ondersteunen. Wij zijn het eerste Nederlandse team voor geamputeerden. Wij zijn vorig jaar benaderd door Vigo en die waren op zoek naar iets actiefs. Nu zijn wij vorig jaar een voetbalteam gestart. Het zijn allemaal jonge mannen die geamputeerd zijn. De spelers in het veld die zijn allemaal been geamputeerd en in het doel zijn ze arm geamputeerd.
Het weer werkt niet mee, maar het stoort eigenlijk helemaal niet. Dus als ik dit zie, hoe dat het gebeurt, ja, helemaal super.